Hallo Hi allemaal! allemaal! Vandaag spelen wij het spel 4 op een rij. Je hebt nodig dit werkblad, twee dobbelstenen, een geel potlood en een rood potlood, of andere kleuren kunnen ook. Je gooit om de beurt met twee dobbelstenen. Het aantal wat je hebt gegooid, dat aantal ga je inkleuren. Dus stel je voor, ik gooi 4 en 1, dat is samen 5. Dus dan ga ik een rondje inkleuren waar ik een 5 zie. Dat ga ik nu alvast doen. Dus ik kleur de 5. Nu is het de bedoeling dat ik 4 op een rij ga maken. 4 op een rij kan horizontaal, verticaal, maar ook diagonaal. Dus dat betekent schuin. Dus je kan een horizontale rij maken. Dat is dus op deze manier. Je kan een verticale rij maken. Dat is van boven naar beneden. Of van beneden naar boven. En je kan ook diagonaal. Dat is schuin naar beneden of schuin omhoog. Maar dan moeten 4 dezelfde kleuren naast elkaar komen. Ja, nu ben ik. Ik gooi 3 en 1, dat is 4. Ik gooi 6 en 5, dat is samen 11. Ik gooi 3 en 2, dat is samen 5. Vier en drie is samen 7. Drie en drie is samen 6. Zoals je ziet zijn we al best ver en dan hebben we allebei bijna al 4 op een rij. Dus we gaan nog even door. 3 en 4 is samen 7. Die was 6 plus 4 is samen 10. En nu heb ik blijkbaar gewonnen. Zie je niet? Ja. Jongens en meisjes van groep 3A. Juffrouw Vira ziet het niet, maar ze heeft 4 op een rij. Diagonaal. Diagonaal. Ja, ik heb 4 op een rij. Jee, gewonnen. En Bobbot, gefeliciteerd. Heel veel succes thuis en ik hoop dat jullie net zoveel plezier gaan hebben als wij. Tot de volgende keer. Tjus.